Welkom bij de Computable Awards 2020. Dit zijn de genomineerden in de categorie Partnerproject. Deze categorie is voor ICT-projecten waarin minimaal 3 partijen succesvol hebben samengewerkt. De redactie van Computable heeft de genomineerden bepaald. Een publiekstemming bepaalt in deze categorie volledig wie er gaat winnen. Kijk mee, uw gastheer van vandaag, Computable hoofdredacteur Sander Hulsman. In deze video komen 10 genomineerden aan bod binnen de Computable Awards 2020. Ik heb 2 juryleden gevraagd om een toelichting te komen geven op de categorie Partnerproject. Rick Sanders en Guido de Nobel, jullie hebben allebei een belangrijke rol gehad in het nominatieproces. Guido, jij hebt de voordracht digitaal beoordeeld en zo de redactie van Computable geadviseerd wie wij eigenlijk moesten gaan nomineren. Rick, jij hebt dus samen met alle redacteuren van Computable bepaald wie er genomineerd moesten gaan worden. Guido, jij deed dus die digitale beoordeling zonde. In deze categorie moeten minimaal 3 partijen succesvol hebben samengewerkt. Hoe belangrijk is deze samenwerking in digitaliseringstrajecten? Die is essentieel. Eén, omdat één partij, zeker bij dit soort grote, complexe projecten, niet alle kennis en ervaring in huis heeft. Maar vervolgens is dus die samenwerking wel van cruciale aard. We gaan naar de genomineerden in de categorie Partnerproject. Daarin is de eerste Guido, de digitale onderwijsassistent van ROC Midden-Nederland, IPM Partners en Coforce. Klopt. Het terugbrengen van de digitale last, of van de administratieve last. Wie wil dat nou niet? En dat is precies waar hier heel hard aan gewerkt is door deze 3 partijen. Zorgen dat studenten en lesgevenden niet bezig zijn met allerlei administratieve rompslomp, maar zich kunnen concentreren op datgene waar het over gaat, namelijk het overbrengen van kennis en het leren. De tweede genomineerde in deze categorie is het vernieuwen en stroomlijnen van het ERP-landschap bij SPIE Nederland door IFS, Ekip en Arvato. Zoals we allemaal weten, het vernieuwen en migreren van ERP-pakketten is nog steeds heel erg complex in de ICT-wereld. En het bijzondere bij SPIE, is een Frans bedrijf, is dat ze hebben gekozen om dat per land zelf te laten doen. De derde genomineerde in deze categorie is de Fair Care App van Actief Zorg, meerdere Brabantse gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en Horizon Internet Technologies. Ja, een ontzettend actueel onderwerp, want het gaat over zorgfraude en dat tegengaan. Zorgbureaus, het op de juiste manier declareren van kosten die werkelijk gemaakt zijn en voorkomen dat er onterecht kosten worden gedeclareerd. De vierde genomineerde in de categorie Partnerproject is Met Data Beter Onderweg van NS Data Analytics, CBS, de Nederlandse overheid, ProRail, Power BI en Databricks. Rick. Ja, bij de NS speelt automatisering natuurlijk al heel lang een hele belangrijke rol. Alleen tot nu toe ondersteunend. En je ziet langzamerhand dat het steeds meer strategisch wordt ingezet. Daar hebben ze een speciale afdeling voor ingericht. De afdeling Data en Analytics. En daar loopt momenteel onder de noemer Met Data Beter Onderweg, lopen een aantal initiatieven. Om zowel op het gebied van onderhoud van treinen, maar ook voor reizigersinformatie, om daar met behulp van Advanced Analytics dat te verbeteren. De vijfde genomineerde in deze categorie is Microsoft Alternatives, of kortweg MALT, van een hele rits partijen, waaronder CERN en het Nederlandse Copano. Dat is wel leuk, Guido. Ja, nee, natuurlijk is dat leuk. En het is wat je zegt, het is het CERN, dat is groot, Europees. En juist dat soort publieke organisaties willen niet afhankelijk zijn van een enkele leverancier. In dit geval gaat het met name over Microsoft Exchange. Dus hebben deze partners gekozen om zorgvuldig op zoek te gaan naar een alternatief voor Exchange. En dat is een prima initiatief. Dan hebben we, het mag natuurlijk ook niet ontbreken, nog een infrastructuurcase in deze categorie. Namelijk de modernisering van het datacenternetwerk van de VPRO. Die koppelen dat volgens mij nog met de NTR en BNNVARA. En Juniper Networks is daarin de leverende partij. Rick? Ja, aanleiding voor de modernisering van hun datacenternetwerk is natuurlijk die enorme groei van video. En ze hadden echt behoefte aan een nieuw, modern datacenternetwerk. Bijzonder is dat ze dat delen met NTR en BNNVARA. Ze hebben gekozen voor een Ethernet VPN VXLAN-architectuur, waarbij dat nog steeds kan, waarbij je een hele snelle productieomgeving creëert voor die vele videobeelden en waarbij ze nog steeds kunnen delen. De volgende genomineerde, Guido, is het Secret Supplier Portal van Secret, uiteraard, Apronto en AllDis en Mendix. Slim aan dit project, dit programma, is om
Best wel een centrale oplossing, namelijk een supplier portal. Niet te bouwen met conventionele software, maar met een low-code product, in dit geval Mendix. En op die manier veel sneller te komen tot een go-to-market, in gebruikname van de oplossing. De 8e genomineerde is Smart City Hilversum van uiteraard de gemeente Hilversum, Atos, Vodafone, Ziggo, V-Notion, Sustainer, Sorama, Esri en Dynic. Rick. In gemeenteland wordt heel veel gepraat over smart cities, maar het blijft vooral vaak bij mooie woorden. En dit project, Smart City Hilversum, ziet er veelbelovend uit met heel veel gevarieerde partners. En het extra leuke eraan is dat ook de burgers kunnen meepraten in zowel een virtueel als fysiek Smart City Lab. Heel gaaf, zeker. We gaan naar de ene laatste genomineerde in deze categorie. Dat is Testomat, The Next Level of Test Automation van Axini, Open Universiteit, Testwerk en TNO. Ja, dat is een mooi partnership van verschillende partners, hè, TNO en Open Universiteit, maar ook commerciële partners. En gericht op misschien wel het belangrijkste in automatisering en misschien ook wel het minste aandacht krijgend, namelijk testen. Automatisering vordert, ontwikkelt zich, agile, snelle manieren van ontwikkelen, maar het testen moet zich daarop aanpassen en daarin mee ontwikkelen. En dat is wat hier gemaakt wordt, een tool om geautomatiseerd te kunnen testen op basis van agile applicatieontwikkeling. En dan Rick, we gaan naar de laatste genomineerde in deze categorie en dat is het voorspellen van de aanleverdag van een pakket van PostNL in combinatie met Amazon Web Services, Python, Cape Group en Mendix. Je kent het wel, je hebt een pakketje besteld en je bent niet thuis als de postbesteller aanbelt. Altijd. Bij PostNL kun je wel de afspraak veranderen, maar dat kan eigenlijk alleen maar tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts, als de pakketjes worden verwerkt en je waarschijnlijk in bed ligt. En bij PostNL hebben ze een groep data scientists en ontwikkelaars samen met de partners, hebben ze een machine learning algoritme ontwikkeld, waarbij ze eerder kunnen voorspellen wanneer een pakket bij PostNL aankomt. Rick en Guido, dank jullie wel voor jullie toelichting in de categorie partnerproject. Graag gedaan. Het is nog steeds mogelijk om op deze genomineerden en alle andere genomineerden binnen de Computable Awards 2020 te stemmen. Dit kan tot en met zondag 1 november 2020. Vervolgens zullen wij op 24 november de winnaars bekendmaken. Dit doen wij in het Scala Theater bij Jaarbeurs in Utrecht, waar wij zo'n 650 mensen coronaproof kunnen gaan ontvangen. Dank u wel voor het kijken en graag tot ziens in een andere video.